Nibbler, een samen eetservice bedacht door Nijmegenaar Jannie Kampscheur, is genomineerd voor een Ignite Award. Dat is een prijs voor sociaal ondernemende start-ups. Oprichter Kampscheur is begrijpelijk erg enthousiast. Ja, hartstikke leuk. Ja, we hadden natuurlijk al wat onderzoek gedaan en we waren getipt om ons aan te melden voor deze award. Dat je gekozen wordt om in de finale te mogen komen pitchen. Ja, heel leuk. Nibbler probeert mensen weer samen te laten eten. Een verloren traditie volgens Kampscheur. We zijn Nibbler begonnen omdat we eigenlijk wat meer contact wilden weer met anderen zonder dat telefoonscherm er de hele tijd tussen te hebben. We hebben het allemaal hartstikke druk de hele tijd. En tegenwoordig proberen we van alles samen te combineren. Drukke baan, studie, sociale contacten, soms een gezin er nog bij. En dat zorgt er gewoon voor dat die momenten dat je gewoon eventjes achterover leunt en dat je samenkomt, dat die er wel eens bij inschieten. En wij wilden er weer voor zorgen dat soort momenten gewoon binnen handbereik waren. Om de wedstrijd te winnen moet Nibbler nog wel wat laten zien. De finale van de Ignite Award, daar zit dus een heel traject aan vast. 7 weken lang kom je samen met de andere finalisten, word je begeleid door coaches en ga je door middel van workshops en masterclasses per thema jouw onderneming in kaart brengen. En nu is het afwachten tot de finale, waarbij we nog door middel van een pitch dat plan verder kunnen toelichten. En dan gaat de jury beslissen wie met de 100.000 euro die er te winnen valt de meeste impact kan gaan maken. De finale vindt plaats op 7 november. Dan zal bekend worden wie de prijs van 100.000 euro heeft gewonnen.